Ja, een hele goede middag. Welkom bij deze leuke on-tour vlog. Wij gaan iets leuks doen. Misschien, dit is al wel vaker geweest op YouTube. Maar niet met ons beeld erbij. Alleen van dat ze ook af en toe hun beeld erbij plakken. Maar wij gaan dus on-tour. En dan mag Roos meteen dan bepalen welke kant hij op gaat. En dan is het zo, als we rechtdoor gaan, mogen de volgende dus niet rechtdoor. Als je een rondonde neemt met links of rechts of driekwart, mag je dat de volgende dus niet meer doen. Dus ja, zo gaan we dus het spelletje doen en gaan we kijken van waar we uitkomen. Dus ja, dat wordt leuk. Hoop ik, denk ik. Maar toch. We gaan dus nu zo meteen naar buiten rijden. En er is op dit moment maar één richting op. Dus ja, dat werkt gewoon nu even nog niet mee. Als er iets te kiezen valt, dan is het of rechtdoor, of links, of rechts. En anders kopmunt en anders iemand bellen. Hulplijn inschakelen. Dus we gaan zo meteen beginnen. Als we van dit terrein af zijn, dan gaan we beginnen, mensen. We zijn er nog niet af, totaal nog niet. Er komt een autootje aan. Ja, die rijdt niet hoor. Nee. Extra traag dit terrein. Nee, hey, yes. Dus ja, Rodi mag zo meteen beginnen. Ja, immigrado. Dus lieve schat, ik wens jou heel veel plezier. Ik jou ook, immigrado. En hij had eigenlijk voorrang. Wow. Daar zie jij nog wel. Dus. Ja. Jij niet iemand graden houdt, zeg maar, dan moet je links op rechts zijn. Ja. Dus. Nou, dan gaan we hier zo meteen gelijk linksaf hier. Dan zeg ik weer iemand graden houdt. Nou, en als ik nog niks zeg, ja, dan kun je gewoon nog doorrijden. Ja, maar je moet wel zeggen waar naartoe de volgende keer. Ja, dat is daarom. Dus bij de volgende is kruising, splitsing. Yep. Zeg ik dat het rechtdoor is en de splitsing daarna? Nou, hier rechtsaf. Ah! Het is nog rechtdoor. Rechtsaf? Nee, dat mag niet. Mag niet, wel? Ik heb gezegd rechtdoor. Oh ja. Rechtdoor. Ja, oké. Okay. Nou, we straks rechtsaf. Zo meteen. Maar dat kan. En dan zeg ik weer immigrado. Ja, maar je mag ook wel eens een keertje een andere pakken dan hierna, alleen maar een rechtdoor. Hier. Is leuk. Waar kom je uit? Nee, wat kies jij? We gaan kijken. Linksaf. Oh. Als het eventueel mogelijk is ingepand en met de bordjes als het niet mag vanzelf. Nou, als het niet mag, dan moet je de volgende links net zolang dat je. Juist. Je kan, zeg maar. Ja. Rechtdoor kan, dan moet je wel of rechts of links. Dus in mijn graadhuis is er wel eventjes. Prins Bernhardlaan. Hier ook al? Oké. Okay. Huh? Wauw. In mijn graadhuis. Ja, maar jij moet ook eens een keertje wat anders kiezen dan in plaats. In mijn nee. Rechtdoor kies ik. Ja, maar jij, moet, oh, maar jij moet ook eens een keer wat anders kiezen, want anders is het wel heel makkelijk voor jou. Ja, precies. Nee, dat nee, want leuk. Nee, want nee. Nee, want dat heb ik niet gezegd. Nee, ik ook niet. Dus je mag ook wel eens een keertje weer wat anders gaan kiezen. Ja, maar zolang jij niks zegt, moet je wel kiezen natuurlijk. Maar zijn er al drie keer rechtdoor? Ja. Hier rechtsaf. Over het heuveltje. Ja, dus mag ik niet meer rechts zeggen. Maar links ben ik sowieso niet, dus het weer hier mijn graad aan. Rechtdoor kies ik dan. Want hier zit de kapperzaak, deze, ja. Volgens mij, of eentje verder, volgens mij hier. Of ergens hier zit de kapperzaak van Mark Rutte. Nou, dat moet wel blijven zitten. Van, hoe heet die? Dat is deze. Balkenende, hoor je. Deze, dat is, en dat is de kapper van Rutte. Ja, maar van Balkenende hoor je niks meer. Nee. Nee, en maar wist je dat? Dat is van het CDA, toch? Ja. Ja. Met de weg mee. Oké, doe rechts aan. Dus als ik dan weg links, dan haal ik naar links. Dat mag.
linksaf. Linksaf, helemaal goed. En, oh ja, even om gelijk te vertellen. Als we even weer wat anders willen, dan kunnen we of een hulplijn inschakelen. Mag wel vaker wat je wil. En je mag ook nog kopmunt doen, dus dat is ook leuk. En dan met kopmunt is rechtdoor niet van toepassing. Nope. Tenzij het puntje op de zijkant. Op de zijkant, dat kan niet eens. Ja, dat kan. Meestal valt het plat. Hier. Ja, en nou mag jij ook gaan zeggen, links of rechts? Ik is links. L-U-M-K-S. Kijk, en daar behoort dan geen parkeerhaven bij, dat kan je gewoon niet. Punt. Een doorgaande. Ja. Dus de doodlopende straat is eventjes een no-go area, zeg maar. Ja. En dat hoort niet bij het schema thuis. Nee. Precies. Is dit de Veurse straat, hè? Nee, dit is volgens mij in de oude trambaan dit. Deze gaat die kant op, dat is mooi. Dit is de Veurse straat, hè? Ja, inderdaad, deze wel. Zeg ik. Nou, welke kant ga je op? Nou, niet de doodlopende weg, hè? Nee. Nou, dan kom je daar weer uit. Oké, okay. Nee, dan weet ik waar we weer uitkomen. Ah. Yes, helemaal. Links, rechts, rechts. Want hier was een paar jaar terug, inderdaad, weer verliefd op je huis of zo, in die programma. Okay. Maar is het links, rechts, rechts? Ja, ik moet eerst kijken of we er inderdaad uitkomen wat ik denk. Nee, want hier kun je al rechts aan. Dus je kiest niet voor rechts, hoor. Ja, nu wel. Dan mag ik kiezen dat ik naar links wil. Wie mijn gast? Ja, wees mijn gast. Ik ben jouw gast, dan gaan we hier naar links. Dit is een paar. Ja. En dan. Rechts, rechtdoor. Links. Nee, ik heb al links gekozen. Mag niet meer. Oh nee, mag niet meer. Nee. Nee. Rechtdoor. Rechtdoor. Sorry, mijn fout. Heel fout. Met ja. Strafpunten voor. Oh, strafpunten is leuk. Twee keer niks zeggen. Oké, is goed. En hier komt Lady vandaan trouwens. Uit deze. Waar we kunnen. Het is wel een mooie wijkje hier, want ik weet waar we zitten. Ja, jij wel, in de auto. Ja, ook dat. Hè? Ik weet waar we zitten, ja. Op een stoel in de auto. Ja, inderdaad. Maar hier hebben we. Met de weg mee naar rechts.
licht van, Patrick en alles. Okay. Damzicht. De koppels. Nou, de weg gaat hier links. Ja. Rechts is een doodlopende straat, dus dat schiet niet op. Maar de verkeerslichten rechts. Zometeen even op een rustig plekje even een hulplijn inschakelen. Ik kies eerst recht. Ja, is prima. Blijf je 30 rijden? Ja, dat mag. Oh, dat mag. Oeh. Dan wil ik zometeen even via jouw telefoon nog even de hulplijn inschakelen. Want anders moet ik weer stoppen met filmen. Dat is goed. Even mama vragen. En Francis, we hebben gelijk twee nemen. Rechtdoor mogen ze dus niet kiezen. Links of rechts? En daarna, rechts of links? Maar hier kan je links af. We gaan rechtdoor. Het is om te af en toe op een rustig plekje staan, waar we mogen staan. Rustig. Hier gaat de weg een stukje door. Dat is doodlopen, dus dat zit niet op. Waar kan je staan? Dus ga maar even. Door is die kant op, hoor, schat. Oké. Rustig, denk ik. Oké. Dat was geen rechtdoor, dat was. Nou, rechtsaf mogen we niet, want dat hebben we al gedaan. Het enige andere is dan linksaf. De weg mee. Even rustig, denk ik. Ja, ga jij maar even een rustig plekje opzoeken. Ja, en Rodi onthoudt dat ik momenteel niet eens, omdat ik gewoon te veel... Nee, ik zeg, ik onthoud dat niet meer eens, van welke weggetjes we zijn ingeslagen. Jij wel, omdat dat komt door die verdoving die ik flikker. Ja, dat is goed. Nou, gaan we hier even rechts. Kijk, mooi. Gaan we, ja, even een haventje. Zo, wat, even in schaduw. Mooi. Hoppatee. Dan moet ik even jouw telefoon hebben, dan moet ik even mama haar huistelefoon. Heb je die in je... telefoon? Nou, maar een huistelefoon. Neem je niet in mijn telefoon? Nee, maar Ro, even... Ik heb wel een nummer. Ja, dat bedoel ik. Nou, een huistelefoon zit niet in mijn telefoon. Nee, maar de nummer van de huistelefoon. Nee, ook goed, maar wil je dan wel even jouw ding even naar boven doen? Gaan we even bellen? Even bellen met de hulplijn. Mogen we niet rechtdoor? Hey, schat. Hoi, hoi. Eventjes een vraag. Want we zijn met iets leuks bezig. Ja? Zoektocht. Francis mag ook zo meteen bepalen. Dus Francis mag er ook even bij. En jullie komen gelijk in mijn vlog. Dus dit is mijn moeder en haar bezoek Francis. En dan mag Ro het gaan vragen. Ja, oké. We hebben een keuze. Linksaf of rechtsaf? Wat... Mama, u eerst. Wat geeft u als antwoord? Rechts. Rechts, oké. Okay. Ja, en Francis. En dan mag Francis dus wel daarna. Dan moet je het wel goed uitleggen. Ja, het is dus zo, als iets genoemd is, mag het de volgende keer niet genoemd worden. Dus de volgende keer mag geen rechts genoemd worden, de keer erop weer wel. Dus nu is de keuze linksaf of rechtdoor daarna. En van Francis dan? Rechtdoor. Rechtdoor. Oké, okay, top. Dank jullie wel. Oké, okay, fijne dag. Doei. Dus dat is dus hier rechts en dan rechtdoor. Oké. Okay. Ja, eerst eventjes. Dit is leuk. Ja. Rick, anders ook zo even bellen. Is leuk. Rick. Ja, Rick. Ja, dat is leuk, man. Ricky man. Ja, Rick man. Rick man. En anders, hoe heet hij? Ronald. Ja. Ronald. Van dat vecht toch? Hoe heet hij? Nee, dat is geen Ronald. Roland. Roland? Nee, dat is... Nee, Roland. Ronald? Nee, Roland. Ja, weet ik veel. Oké, okay, en nou zijn we rechtsaf. Rechtdoor. Nee, rechtdoor. We zijn nog rechtsaf gegaan. Ja, dat zeg ik. Dat, en dat zijn we dus nu. Kijk uit voor dat kind. Die heeft geen voorrang. Nee. Ja, maar hij rijdt door, dus...
En een fietser... Ik rij ook door. Ja, maar alsnog, als jij doorrijdt, ben jij fout. Ja, we moeten wachten. Hij komt van links. Hij heeft dubbel geen voorrang. Nee, maar alsnog, als jij doorrijdt, ben jij fout. Ja, ik rij gewoon lekker door. Dus hij moet er maar wachten. Verkeer van links heeft geen voorrang, verkeer van rechts. Nou, zeker niet op een voorrangskruising. Maar verkeer nee, van rechts maar, schat, een kind... Die heeft dat besef nog niet altijd, dus... Dat is een groot kind. Ja, dus... Daar leren ze alleen maar van. Dus? Gewoon lekker doorrijden, dan maken ze die fout nooit meer. Nee, dat doen we maar niet, schat. Dat doen we maar lekker niet. Oké. Okay. Ze hebben gewoon voor rechtdoor. Ja. En toen. Wat gaan we nu doen? Ik kies ook voor rechtdoor. Mag ik nou zometeen, alsjeblieft? Nee, maar rechts, ja. Nee, kies ik voor rechts. Ja, want hier kom ik toch niet uit. Hé, hey, allemaal uit school nu pas, wat? Nu al, ja. Dus, waar kom je uit? Geen idee. We zijn nog in de buurt van huis, hoor. Rechtdoor doen we maar niet. Ja, waarom niet? Want dan kom je op het terrein uit van Schakenbos. Dat mag niet. Nou, ik ga hier recht hoor. Dat mag jij kiezen. Die weg kan ook niet. Nou, dan gaan we hier in. Gaan we hier rechts? Ja. Dan kies ik voor links. Oh, die wordt leuk. Links zodra dat kan. Links zodat het kan en mag. Ja. En de weg vervolg is met naar links is niet linksaf. Zeg maar. Autootje vanuit een uitrit of wat? Je zou hier maar wonen bovenin. En geen balkon hebben. Graafin Marielaan. Ja, ja. Graaf Adolflaan. Adolflaan. Weer. Ja. Helemaal. Dan rechts en rechts door, maar niet naar links nog. Dus gaan we nog steeds wachten. Hier mogen we weer recht door en rechtsaf, maar nog steeds niet naar links. Daar mogen we wel naar links. Kijk, ik was daar. Zo, zonnetje weer pleiten. En toe. Yes, rechtdoor. Rechtdoor, oké. Okay. Geen kindertjes? Nee. Jammer. Jammer, zegt hij ook nog hoor. Wauw, schat. Ja, dan kies ik weer rechts. Dit is gevaarlijk, meisje. Heel gevaarlijk. We gaan ook rechtdoor, volgens mij.
toen moesten we wachten voor het rode verkeerslicht. Ja, want voor groen hoef je niet te wachten. Nee, en daar heb je een heel mooi dingetje. Kan je precies zien hoe ver die al is. En met dat streepje, met wacht. Nee? Ja. Lief, hallo, zie je het? Daar, met wacht. Boven dat rode. Kleine verkeerslampje. Ja, een beetje onzinnig. Nee! Een apart verkeerslampje voor gemaakt hebt. Terwijl je het voor het bovenste licht kan gebruiken met zo'n cirkeltje eromheen. Ja. Nee, maar dat zijn ook voor even fietsers, hè? Jo. Ja, 3, 2, 1. Nee, nog niet. Nog niet eens. Wauw. Oh, ja, nu wel. Uitgebreide jongen. Die jongen vertrouw ik helemaal. Zo, ja, hè? Veel te snel. Ik ben veel te snel. Want ik deed net rechts en jij doet rechtdoor en dan ga je er weer van. Ja, maar je zegt niks. Mag ik even niet even nadenken, schat? Natuurlijk. Oh. Nadenken. Ik wou net zeggen. Wat? Zo kan ik iets zien. Ja, moet ik wel wat zien. Eerst die ramen even schoonmaken, alsjeblieft. Ja, dat ziet er niet uit. Nee, daarom. En daar zit ik dus nu ook mee. Ja, dat kan ik wel zien. Hè? Nou, schoonmaak ik die handen om. Dat zie ik ook niet. Je kan dat ding wel gebruiken. Kijk. Dit is lekker. Hè? Hè? Is het een beetje schoner namelijk? Maar ik kies nog steeds recht. Zometeen links. Hier links en dan daar rechts. Waar is er één kant? Denk het niet. Nee, kan niet. Kan niet eens. Dat is doodlopend, dus daar gaan we ook niet naartoe. Nee, nou. Dus dan gaan we hier naar links, als je gevraagd hebt. Ja, want rechts mag niet, hè? Nee. Daar weer naar rechts, dat scheelt. Die zon wordt een beetje verraderlijk, mensen, echt waar. Ja, toch. Laten we hier rechts gaan zijn, toch worden. Ja, hey, mijn vriendinnetje. Hi, Mais. Meisje. Ja, echt hoor. Recht hoor. Nu mag ik het wel eens een keertje zeggen. Recht hoor. Oké, dan ga ik naar rechts. Want jij hebt het al de hele tijd rechtdoor, iedere keer gezegd. Dat ga je niet allemaal herhalen. Nee, dat ga ik ook niet doen. Maar... Ik niet. Dan ga ik weer naar rechts. Kijk, ik vind het zo fijn. Kijk, want als onze fietsers aankomen, dan gaat dat ding branden. Zolang er straks weer niet, of dat het van aankondiging is dat het een fietspad is. Ik weet even niet meer hoe dat zit. Ja, dus aankondiging dat het een fietspad is. Ideaal. Ideaal. Je weet, auto is te gasten. Dan. Vertel. Ja.
zeg hier eraf in. Dus kijk nee, je mag en... kiezen. Links, rechts, rechtdoor. Van mij nog maar twee. Zometeen straks, als je kan, links. Je moet ook links. Ja, ik moet wel links. Nee, ik moet hier rechts. Ja, dat bedoel ik. Rechts, links. Rechts. Meteen. Maar dan kunnen we daar naar links. Ja, maar dat loopt dood, deze hele wijk. Dus kun je beter de rondonde pakken en dan bij de verkeerskant. Ja, dan gaan we naar links. Ja, maar die wijk loopt dood, ja, dat zeg ik. Dan gaan we hier naar links. En daar mogen we die andere dood op. Dus dan pakken we de eerste die we kunnen. Nee, dit is niet... Nee. Want dit is nou gewoon... Nee. Dit is niet eerlijk. Nee. Want je had gewoon dan even beter rechtdoor gekund. En dan, nee, maar dat is wat anders. Ik al zei, nee. Nou, maar hier gewoon weer met de weg naar links. Nou, doe maar lekker rechts. Ga niet wachten op het rem. Dag. Maar we gaan even lekker zo. Nee, dat is het idee. Zo. Dan kun je zien voor rechts. Prima. Doe maar. Goed zo, keurig. Ik wil bij God niet hier wonen, echt niet. Nee, ik niet. Jammer. Er zijn wel een hoop huizen liggen hier trouwens. Hoe dan? Een mooi asielzoekers in. Als het op deze staat. Een fiets op en op de galerij. Ja. Lekker met de bocht mee. Dat is niet. Dikke top en met de bocht mee, dat is niet dikke top. Daar zijn we net al geweest. Ik zeg recht hoor. Zo, een kruising is gaan we recht hoor. Zoals hier bijvoorbeeld. Recht hoor. Ja, want hier zijn we net ook al geweest. Daar even. Nah. Dus dan mag jij kiezen, links of rechts. Verkeerslichten. Ja, wel, dat mag ik wel zeggen. Je mag verkeerslichten zeggen, maar dat is gewoon links of rechts. Ja, wacht even dan wat ik wil zeggen. Nee, niet zo, want je hebt een auto achter je neus. Maar ik moet hier wachten. Nee, schat, nee, ga gewoon doorrijden. Ja, dan kan je er langs. Gaan we hier even wachten, dan mag jij kiezen. Schat, en dan wil ik zeggen, als je gewoon doorrijdt, verkeerslichten, links. Dat is wat ik wil zeggen. Dat is wat ik wil zeggen, maar als je gewoon doorrijdt, dan hoor je het heus wel. Mag hier erin en dan daar er weer uit? Past, dat zal niet helpen. Dankjewel. Kijk, hier er weer ergens uit, dat is anders. Ja. En wie het eerste er is? Nee, ze hebben voor. Naar het bord. Ja, joh, de. Dat weet ik ook wel. Dus hij heeft al voor. Hij, het is een zij. Hij? Nee, het is een zij. Tot. Het is een zij, ja. Het olie, haar olie. Ja. Zij er altijd. Hoi. Hoi. Zie je naar links? Bij de verkeerslichten. Bij de verkeerslichten links, ja. Dan moet je. Ja, dan moet je doorkarren. Anders dan sta je weer voor rood zometeen. Oké, dan kies ik voor de volgende rechtdoor. Prima. Jij kiest voor de volgende en rechtdoor, dus dat is pas bij de verkeerslichten rechtdoor, schat. Ja, maar dan mag je niet pas zeggen waar je heen wil, links of rechts. Zo snel ben ik niet, schat. Dat geeft niet. Ja, gewoon kom op maar. Kom op, links met de rechts. Ja, dan moet je het wel straks even doen dan, hè? Prima. Dat is rechtdoor. Ja, wil jij liever dat munt rechts is?
Dat maakt me geen reet natuurlijk uit. Maakt dat uit. Hoezo? De kop is zwaarder. Dus de kans is groot dat het munt wordt natuurlijk. Het is een hele Laplace munt, hè. Die is even redelijk zwaar. Schijt eraan, man. Ja. Met je Laplace. Ja. 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 Dat is goed of schat. Dat is top. BND had je ook Laplace. Maar dat is iets anders. Ja. Dus. Pak een munt. Munt. Ja. Maakt het nog uit wat voor munt? Een grote munt. En wat is kop en wat is munt? Dit is munt, er staat een tweetje op en hier is kop, er staat een kop op. Nou. Ja. Kop. Munt. Nou, welke was het? Dat is links dan, hè? Hoi, mooi. Alleen dan niet de bedrijventerreinen op, dat, en dat vind ik niet fijn. Dat en dat gaan we gewoon niet doen. Het gaat weer naar links. Nee, dit is een bedrijventerrein. Dat zeg ik. Dat is geen bedrijventerrein. Dat is het wel. Het is gewoon officieel eigenlijk een bedrijventerrein. Ja, oké. Okay. Mag het. Dus dat schiet niet op. Naar de volgende ding. Dat is ook weer een bedrijventerrein, schat. Ja, waar we naar links kunnen, gaan we naar links. Dat is het niet, maar. Doodlopend, bedrijventerreinen, etc. Daar hebben we niks aan. De doorlopende straat, hè. Geen doodlopende straat. Ik denk de regels eens even moeten opschrijven voor deze gele. Hoe bedoel je? Nou, wat de keuze is, bijvoorbeeld. Je mag niet twee keer dezelfde keer achter elkaar dezelfde keuze maken. Niet twee keer recht hoor, niet twee keer links, niet twee keer rechts achter elkaar. Ja. Doorgaande wegen. Kies je bijvoorbeeld voor links en er is geen links, alleen maar rechts, rechts, rechts. En net zo lang door blijven rijden tot je eindelijk wel links kan, zeg maar. Ja. Geen bedrijventerreinen. Oké, dan een of. En probeer ze veel mogelijk de snelwegen te vermijden. Ja, en heb dan. Heb je de keuze tussen een gewone weg en een snelweg, kies dan de gewone weg. Ja, en dan mag je ook af en toe kijken van waar je voorligger naartoe gaat. Zo. Die mag je erbij gaan voegen. Ja. Als je het heel even zat bent om iedere keer links, rechts, links, rechts. En dan laat je het eigenlijk en de voorganger het eigenlijk een soort van kiezen. Zie je gaan naar links? Nee, kan niet. Het gaat niet. Het is een bedrijventerrein. Oké. Moet je gaan betalen? Om binnen te komen? Geen zin. Nee. Zou daar naar links? Hier. Heb je dit wel? Weet ik niet. Nee, dit is doodlopend. Oké, doodlopend. Ja, sorry. Bordjes. Dat gaat dan en dan kijk ik het wel even qua bordjes. Maar okay. Ik ga niet op een bord kijken van waar we zitten of waar nou. Maar ik weet wel hoe en hoe sommige wijken lopen. Of het doodlopend is of waar nou. Dat schiet niet op, nee. Hier naar links dan? Nee, kijk. Dan kom je er niet meer uit. Ja. Je moet soms even heel goed opletten van. Hier naar links? Ook dit. En dit is een Van der Valk. Daar kom je er ook niet uit. Oké, hier kan je er ook niet in, want dit is gewoon privéterrein. Gaat niet. Hier ook niet. Schiet ook niet op. Hier mag je naar links. Ja, eigenlijk. Dan kies ik voor rechts. Rechts? Ja. Dat is rechts, zo schat. Ja, ga naar links. Je hebt gekozen.
Oh ja, ja, zo rood, dan moet jij even... Voor rechts. Oké, okay, dat is mooi. Dan weet je dat, ja? Ja. En als we zo meteen een voorlichtje krijgen, dan gaan we die even proberen te achtervolgen. Oké. Okay. We hoeven even voorlopig niks te zeggen, dat is ook leuk. Oké, kom met doen. Voorliggen voor ons, yes! Dat is mooi, dat is mooi, dat is mooi. Eerst naar rechts. Dat is hier. Oh, oh. Oh. Dat is waar. Oh, aan de helft. Ja, hem of haar, weet ik veel wie. Achtervolging inzetten. Hoeben. Toch ook niet anders, maar de volgende. Ja, de volgende recht hoor. Ja, dat kan niet, want dan heb je een huis. Dan moet je naar links. Ja, dan ga je naar links. Ja, je kan niet anders. Nou, hè? Dan ga ik weer, kies ik vervolgens naar rechts. Kwamen. Ja, dat is helemaal leuk. Even een rondje rijden door een wijk. Joepie! Ja. Nee, dat mag niet. Kan niet, want dat loopt dood. Dat zit niet op. Nou zeg ik, en we hebben nou een rondje door deze wijk gereden. Ja, doe maar rijden. Goed zo, met die grote ossenwagens van jullie. Goed zo, pas. En toe. Naar links zeker, want de rest zijn we al gegaan. Dus die top naar rechts bij een splitsing. Een splitsing waar je niet anders kan, dan is het gewoon weer de vorige raam. Ja, is prima. Is dat een goede regel? Ja, dat is een goede. Mag jij maar geld opschuiven? Dat weet ik dan niet meer. Tuurlijk wel. En want je neemt het toch op? Ja, maar dat weet jij toch ook. Dus ik wil iemand inhalen. Dus, en dus we hebben mensen achter ons. Ja, dan gaan we hier even wachten. Even kijken. We hebben hier mensen achter ons. Ja, hier even te schil. De British School in the Netherlands hebben we voor ons neus. Meteen. En welke gaan we achtervolgen? Die grijs. Of die, ja oké. Okay. Die rijdt lekker door. Maar als we een auto en ertussen kunnen krijgen, dan doen we dat, want anders valt het op. Ja, maar dat even. Dat zou die grijze laten. Of juist die auto daarvoor, want dan valt het niet op. Nee, maar die grijze is leuk. Dat is een Audi, hè? Ja, die grijze. Ja. Gaan we die auto achtervolgen? Ook leuk. Hartstikke idee. Ah, zo. Moet ik vliegen? Moet ik vliegen of zo? Ja, dat wel. Rouwboslaan, R-O-U Boslaan, ja ja. Wie ben jij uit dan? Ergens? Daar gaan we allemaal naartoe. Die rijden ontzettend hard hier. Ja, dat is het leukste. Oh, komen hier uit, ja oké, okay. Ik weet alweer. Ja, ik weet alweer waar we zitten. Nee, niet. Ga je echt serieus hierin? Ja, oh. Hi.
eigenlijk naar huis. Nee, goed. Rijden wij gewoon weer lekker door. Oh, dat is echt erg, hè? Iemand achtervolgen. Auw. Te koop, is leuk. Deze is te koop. Verkocht. Ja, ook dat, ja. Verkocht. Te koop wordt is al verkocht. Johan Willem Friesolaan. Nog helemaal mooi voor ons hoor jongens. Deze drempels zijn niet fijn. Nee, dat heb je ook niet. Oh, hij gaat daar erin, oké. Okay. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, eerst. Oh, hij gaat draaien. Gewoon doorrijden. Gewoon doorrijden, of nog er niks aan de hand is. Ja, daar parkeren. Ja, nou daarom. Dus dan gaan we de volgende. Dankjewel. Dan gaan we en de volgende pakken, is leuk. Daar zit een blauwe. Ja, maar die gaat een woonwijk in. Albert Heijn volgen. Ja. Ja, hallo. Ja, daar links. Koningin Emmala. Nou, rijdt iedereen zo hard naar Wolbeek? Ja, dat snap ik ook niet. En dat zeg ik ook al de hele tijd en tegen Piet. Van, dat valt mij ook heel erg op. Dat, en dat mensen onwijs hard rijden. Er zit er wat tussen, dat is blauw. Dat valt mij ook inderdaad al heel erg op. Dat, en dat mensen zo hard rijden. Kijk hier wat een scheurbocht is. Ja. Zo wat rijden tegenwoordig. Zo, dat doet zeer. Dat is niet van. Nee, maar nog niet. Waar gaat die blauwe net? En we krijgen daar toch weer normaal asfalt. Die grijze en die is eruit, oké. Okay. Waar zit de blauwe? Rechtdoor waarschijnlijk. Ja, de rotonde. Ja. Is hij nog niet. Ja, hij is rechtdoor en er zitten nou nog twee auto's ertussen. Ja, dan moet je iets... Dan sneller rijden. Ja, het is hier 30. Die gaat, die kant op, dus je hebt vrij baan hier op dit moment. Fietsertje. Daar is die. Nee, en dat is een andere blauwe. Ja. Daar is die blauwe. En dat daar naar rechts. Helemaal. Ja, want hij is een rotonde en rechtdoor. Ja, maar nou niet rotonde. Nog meer auto's tussen. Ja. Daar kom ik niet achter voor. Tuurlijk wel. Dan moet je mij hebben. Ja, het is vrij baan nu voor je. Ja, doe maar. Ja, er komt daar niks meer aan. Doei, masso. Niet rijden.
moet inderdaad zeker voor die, wat gaan we doen? Wat gaat hier van? Echt, hè? Je moet dus met de bocht mee. Mensen! Nou, die, in die blauwe ben je alweer kwijt, want hier heb je al verkeerslichten. Ja. Dan gaan we de rode achterna verlopen, geloof ik. Daar is de blauwe. Dit is en dit is de andere blauwe. Okay. Als je maar geen snelweg opgaat. Door kan niet, rechtsaf mag niet. Jammer. Je had hem in principe nog kunnen halen. Nee, ik vind hij al rood. Ja. Maar waar zijn we in hemelsnaam? Geen idee. Huh? Huppatee. Ja. Leidse weg, oké. Okay. Leidse weg. Leidse weg, hè? Huh? Oh, huh? Zo, goedemorgen. Zometeen bij de Lidl, ook leuk. Die blauwe achterna, kom. Oh, heerlijk dit. Ja, ja. Nog wat ja. We moeten we heel goed in de raad houden. We moeten een stukje afstand gaan houden, want dan zie je het wel. We hebben hier zometeen de ethos en de hele reet moet uit hier. Die kant, mooi. Ja, en je kan mee kant. Ja, op, in principe. Ja, door. Ja, mevrouw, door. Doe maar, goed zo. Lopen, goed zo. Extra lang. Je bent niet op het VOP. Nee. Meer. Nee. Ja, je bent je sokken aan. Wat je aan had. Hierin, hè? Zeker. Ja. Oh nee, en rechtdoor nog, oké. Okay. Ja. Doei! Rijden, doe maar goed zo. Rijndijk. Rijndijk. Zoeterwoude Rijndijk of zo? Nee, daar zitten we totaal nog niet. Oké. Okay. Je gaat dikke top. Mooi. Rotonde rechtdoor dus. Blijkbaar. Ja. Maxis, Bovag. Waar zit we in hemelsnaam, joh? Nee. In Leiden. Blauwe zitten we? Jongeneel. We zitten in Leiden. Blauw weten we. Oh, we komen hieruit. Ja, oké. Okay. Ik weet alweer waar we zitten. Snelweg wil ik niet. Nee, mogen we ook niet. Nee, jammer. Dat is nog geen snelweg. Dat nog niet. Snelweg op. Dan mag je. Dit is snelweg op. Dit is geen snelweg. Of niet? Niet? Rechtdoor nee. Snelweg. Oh, nee, hoeft niet. Ja, je hoeft ook, niet, maar dat is richting de weg.
Valkenburgse Meer. Huh? Dat is een recreatieterrein. Huh? Recreatieterrein. Ja. Jezus, mina. Oh ja, oh ja, en we gaan deze kant op. Ja, oké. Okay. Ik weet alweer waar we zitten nu. In de auto, ja. De. Hé, hey, dat is Jan. Ja, hé, hey Jan. Alles goed, Jan? Karren met die hap. Auto's achter volle gang. Dat is leuk. Vliegen, schat? Bijna. Ja? Deze gesloopt? Want hem! Laat ze parkeren. Bij Laaien. Burgemeester Wijdstraat, oké. Okay. Grappig. Waar ga je naartoe? En rechtdoor. Ik ben hier nog nooit geweest. Fietsertje en die heeft geen voorrang. Energiek, oké. Okay. Wat doe dan? Oh, geen idee. En waar die blauwe naartoe gaat. Dan kunnen ze ook nou niet zo snel, dat is leuk. Maar wij ook niet. Het is wel een leuk dorp hier, hè? De groene bus, zeker. Ja. Apotheek Valkenburg. Ik kom wat dichterbij. Langs de groep fietsers, dank jullie wel, groep fietsers. Ja, en we zijn hier wel al één keer geweest. Dat gaat niet, autootje. Die blauwe auto, die volgen wij dus. Dus altijd een auto ertussen laten, want dan merk je het ook niet. Of een groep fietsers. Of een groep fietsers, ja. De groene herder, oké, okay, de groene herder. Zwaaien.
zwaai netjes hoor naar u. Wat een kast en huisman. Oh nee, café Slijterij. Dat is Slijterij. Katwijk is nog maar 1 kilometer. You kidding? Nee. Wauw. Hij wil er ook achteraan. Yes. Erachteraan. Door. Ja, maar ik zie hem niet. Nee, ik ook niet. De Husky groep. Oh nee, de Huska groep. Hè? De Husky groep. Waar? Nee, de Huska groep. Oh, zo ja. Ik zie dat net niet omdat het precies op dit stuk zit, zeg maar. Dat is de Huska groep. Ja. De PostNL-laan. Hè? De PostNL-laan. Ja, Zandlaan, ja. Molentuinweg. Nou, 3, 2, 1, 6, 18. Komt u maar. Weet je. Dan kunnen we toch niet meer volgen. Ja, je weet het niet. Want er zijn dus nu alweer 2 auto's ervoor. Dus dan heb je 3 auto's ervoor. Geheid en dat fietsen. Ja, de fietsers en die komen er ook alweer. Ja, rijden. Kom op. Ja, doe maar, rijden. Fietsers voor. 30. Hé, hey, hij staat hier. Oh, en deze twee horen waarschijnlijk bij elkaar. Dat is leuk. Deze twee horen waarschijnlijk bij elkaar. Dan kun je ze wel achtervolgen. Dit is leuk. Geweldig. Deze twee horen dus bij elkaar. Oh, wauw. Nee. Dit is leuk. Dat is grappig. Twee horen tegelijkertijd achtervolgen. Ja, dat is leuk. Otto-advies. Ja. Wauw. Waar komen we uit, man? Schet eruit. Waar zitten we? Koop. Oké, koop.
plus. Ja, en dat was toch de plus, dus... Ja, maar niet te min. En jij helemaal stress? Ja, maar ik kan hem niet meer inhalen. Nee. Nee, ik kom niet inhalen. Ze rijden echt hard, hè? Dat voor in een 30 kilometer zone? Ja. Is dat zo? Milano, advocaat, Milano. Wel een mooi gebied hier hoor. Dat dan weer wel. Mooie lucht trouwens. Dat dan. De Eifel, frisdrank voor budgetprijzen. Frisdrankvoordeel.nl, oké. Okay. Een kerkje. Het is een dorpje, ja dat lijkt me. Hoi meneer. Het staat er mooi op hoor, meneer. Einde dat. Ja, ze gaan rechtdoor, dus dat is mooi. Oh, we zitten in Katwijk. Katwijk, inderdaad. Ja, want normaal dan kom je hier uit. Nee, wil ik helemaal niet. God. Wauw. Ik heb niet eens een kat bij me. Nee. En we zitten wel in de wijk. Mijn kat is kwijt. Like. Dit is rapper.nl. Auto's achtervolgen. Ga je echt hier zien? Oh nee, de bus. Ja, dan moet je wachten, ja. Horen jullie echt allemaal bij elkaar aan deze twee? Dit is leuk. Eigenlijk, en ook eigenlijk wil ik er gewoon even een auto ertussen hebben. Ja, er zit een busje voor. Ja, maar ik bedoel hier bij deze Touran gewoon even een auto ertussen, want anders valt het te veel op. Geeft het niet. Ja, misschien moeten we toevallig ook die kant op. Ja, dat kan. Ja, dat kan wel zijn. Katwijk aan Zee. Oh, zo. Goedemorgen. Die hobbeltjes die zijn niet misselijk. Vijf erop, oké. Okay. De politie. Ja, politiebureau, oké. Okay. Kijk, rechts mag je niet. En links ga je niet. Dus het enige is nog rechtdoor. Ja. Nou, precies. Oké. Okay, nou, gaan we dat dus niet doen. Dank jullie wel en voor jullie mooie route. Ja, voor deze achtervolging. Wij gaan hier bij Gardas. Oh, we gaan naar de Aquamark zwemmen. Ze gaan zwemmen. Zwemmelen. Is dit een zwembad dan? Lijkt, ik wou net zeggen. Jan van Galenstraat, sorry. Oh, Jan. Jan van Galen? Ja. Dat is Balen. Ja, en Piet Heinlaan. Piet Heinlaan? Joost, nog wat? Ja, die mag het weten. Ja. Wat weet ik niet, maar hij mag het wel weten. En van de Spijkstraat. Van de Spijkstraat? Ja. Groen van Pietersen, nog wat, school of zo? Nee. Prins. Hé, ik kom er niet uit, man. Groen van. Prins, dat is toch? Zo, goedemorgen. Dat is toch bijna niet uit te spreken? Nee. Daar wel naar links, gaat het meteen wat maken. Ja, ik vind het prima. Alweer met een toeristische route weer recht richting huis. Ook eten. Karel Doormanlaan. We zitten hier. Ja. Ik zie het al. De andere richting. Ja, en dan kom je weer daar weer uit. Andere richting op. Ja, je kan ook er rechtdoor. Dat kan, nou ja, hoor. Je hebt geen voorrang, mij zie. Dat is bijna. Ja! Daar zou
is helemaal zo ga je het wel. Ja, oké, okay, wauw. Ja, kom maar. Een zwembad dus, oké. Okay. Zwembadje. Zwembad Katwijk. Is leuk. Speeltuintje erbij. Vind je een toeristische route naar huis, hè, zei ik, hè? Ja, nou, dat zei ik net al, maar je gaat deze kant op. Ja, dan ga ik hier even, hoor. Heel toeristisch. Of ga je weer aan dezelfde weg weer terug, denk ik? Ja, is leuk. Is leuk, zegt ik ook. Exact dezelfde. Dan ga ik hier wel naar huis. Nee, want dat is... Daar, het is een soort van een snelweg, schat. Oké, dat mag niet. Nee, dat mag niet, rechtsaf mag niet. Gaan we daar rechtsaf? Nee, dat mag niet, dat ligt dat gewoon. Ja, dat zat inderdaad de grote Katwijk aan de Rijn, waren we net. Oké. Okay. Oké, daar zijn we al geweest, dus dat mag niet. Nee, maar ik zeg net daar al, via een toeristische route, dus dan ga je hier... Ja. Nee, luister. Hier rechts, dat mag niet. Luister nou even wat ik wil zeggen, lief. Ja, ik kijk. Bij die eerste rondonde zei ik al van, via een toeristroute ga je hier rechtdoor. Dus je was nog niet eens op de helft. Die, nee. Daar zei ik al van, ga rechtdoor. Ja, maar jij gaat gelijk weer helemaal terugrijden. Nee, ja, lieve schat, hallo. Ja. Hallo, ik kan hier ook opletten. Ja. Lief. Ja, het is gewoon. Ja, maar ik zeg nog hier van, we kennen nog een rechtdoor. Jij gaat helemaal... Rechtdoor? Nee, dat zeg ik. Is toeristisch. Ja. Vind je het niet toeristisch dan? Ja, maar ik wou via een andere weg. Maar we kunnen ook toren. Dus jij gaat wel toren doen, maar dan? Nee, dat is prima. Maar je moet beter gaan luisteren. Ja, communicatione. Ja. Ja, precies. Nee, precies. Als ik zeg van via een toeristische route, dus ga hier maar. Je was nog op de rondonde daar. Ik zeg nog rechtdoor. Jij gaat gelijk helemaal zo rijden. Dat is niet recht. Nee, dat is niet rechtdoor. Dat is drie kwart. Ja, drie kwart rechtdoor. Nee, nee. Dat is niet juist hoe je moet rijden op dat moment. Nee. Ja, maar dan. Nee. Pech. Nee. Dat is niet pech. Dat is ook niet leuk. Pech. Voor jou ja, voor mij niet. Dit is geen toeristische route. Jawel, maar ik wou via een andere route weer terug. Een andere toeristische route. Ja, schat. En dat is dus wat jij dus moet leren om dus weer die communicatie te doen. Ja, communicatie. Dat heet dus communiceren. Praten. Ja. En luisteren. Ja, precies dat. Dat is iets wat jij niet doet. Echt wel? Terwijl je aan het praten bent, luister je niet naar mij. Nee, daarom. Precies dat. Dat is makkelijk. Ja, daarom. Je zit gewoon door jezelf heen te praten. Echt, altijd hè? Dat is toch handig? Wat zeg je? Ja, precies. Ik ben Oost-Indisch doof. Ik ben kleurenblind. Kleurendoof. Ja. Nou, mag jij. En dan niet weer rechtdoor, maar je mag een andere kiezen. Linksaf. Zeg dan ook naar links. Nou, dan ga je aan die benen achterna. Ja, links met molentje. PV722T. En wie hier niet naar wil kijken, prima. Dan ga je maar kijken weer morgen op een op de vlog. Ja, of naar iets anders kijken, dat mag. Ja, of naar Enzo, of naar René en Sergio. Of de spiegel mag ook. Ja, ook goed. Ja, doei, ik ga niet weer hierin. Dag, met de koekoek met jullie. Ja, dan nee, dat had ik niet gedaan. Oh, wacht, kom maar. Flooi, maar ik wil naar Flooi hebben op die markt. Ik niet. Nee, jij? Ik ook niet. Dat is jammer. Rijnsburg. Rijnsburg? Ja, we zitten dus nu in Rijnsburg. Dat is een mooi huisje trouwens met een klokje eraan. Moeten we hier naar links? Zo naar links te wijzen? Nee, omdat ik dit... Oh, de rest.
deze huisjes zie. Met een klokje eraan. Dat is grappig. Ja, okay. Naar links twijfel, naar het klok. Maar dan wordt toch rechter. Geen gelaat is rechter. Ja. Geen gezeur is rechter. Ja, precies. Zo, een rammetje. Doe maar, joh. Het geldt er wel veel of zo. Koningshof, jachthaven. Waar zitten we? Geen gemoor, dus rechter. Oeps, heb ik dat geen gemoor? Die heb ik nog niet eerder gehoord. Wat was die derde dan? Weet ik niet. Geen geluid is rechtuit. Geen gehoor is. Rechtdoor. Ja. Geen gezeur is rechtdeur. Geen gemoor is rechtdoor. Die naast je moord hebt, daar heb ik geen gehoord. Dus. Nee, precies. Dus dan moet ik allemaal rechtdoor. Maar ik zit gewoon eventjes een beetje op. Kijk, rustig. Hier is voor je knipperlampjes, dus even extra oppassen. Van rechts naar voren. Ja, dat kan wel. Alweer de tweede die we tegenkomen. Ja, jij hebt kort bocht. Daar fietsertje toe, maar oma. Mag wel ook gefietsen, ook nog. En jij wil wat eten halen of zo? Ja, ja. Nou, laat je wel even zitten. Nee, ik blijf wel even zitten. Als dat jij naar de hoofd niet gaat, voor mij. Wat eten halen, maar nee. Plek? Ik heb hier mijn haar gezien te bakken. Plek zat hier. Prima, zo, dat is een oudje. Kijk dan hoe mooi die is, hè? Oeh, ja. Dan kan die niet zoveel, nee. Dat is echt een oud, hoor, dit. Mm-hmm. Mei. Ja. Met de rotonde mee, mening? Ja, mop het op. Of je moet zo gaan, maar ik denk niet dat het handig is. Nee. Ja, we zijn weer terug. Oeh, dit is mooi uitzicht. Hé, aan de achterkant. Zometeen. Oeh, wauw. Ik zie hem nu al. Gaaf. Zo, hé. Kijk, hè. Altijd. En weer zo'n sperpding. Heb ik al nou al de derde keer gezien. Wil je wat sperps? Hè? Wil je wat sperps? Voor het eerst vorige week zaterdagavond weer gehad. Nee. Er had iemand zien in sperps en die had besteld. En met, maar voor zo'n klein rotpakje had hij 20 euro betaald. En toen had hij weer teruggebeld van, joh, luister, ik betaal geen 20 euro en voor zo'n klein kutbakje. Dus ik wil gewoon nu een grote schaal en je krijgt niks extra's. Dus dan hebben ze als een wielerwaar zo'n schaal bezorgd. Mm-hmm. Zo'n schaal. Mm-hmm. Kan wel. Waar komen we uit, serieus? Leiden Centraal. Noordeinde. Nee, serieus. Oh! Mm-hmm. Ik wil dat niet zien. Nee, moet je even doorkijken. God. Sperren, express. Dan zit je toch vlak en vlak bij het dom. Hoe ben ik nou zo gek? Nee, maar ik weet niet waar die jachtvaart zo daar ligt. Ja, ik vind het prima.
in zicht, ja. Dat denk ik dan wel, ja. Beetje vet. Ja, ik ook. Het slootje, dat ligt een beetje droog. Huh, ah. Nee, maar het ligt echt droog. Een huisje trouwens. Een beetje. Hier wel, ja. Mijn huisje trouwens. Of rechtdoor of die kant op. Ik weet het niet. En daar heb je Koningshof waarschijnlijk die kant op. Zo, mooi huisje. Ja, nou dat werkt dus niet, dan had je. Ja. Heemskerk, hè? Huh? Fresh and easy. Of je kan hierin, ja. Anders loopt het dood. Ja, dat is ook de Koningshof. Ja, dat bedoel ik. Als het Koningshof is, wat is dan wel de Prinshof? Dat weet ik niet. Hier is Koningshof. Ja, joepie. Hoor, dit. Mm-hmm. Als er geen verkeer aan komt, dan kun je mooi even kijken hier in die sleutjes. Want het is echt droog hoor, droog. Dit is vochtig. Ja. Deze ook. Deze ook. Maar deze is ook wel vochtig. Maar die hier bij deze greppeltjes niet. Deze is een beetje vochtiger. Die zegt droog. Het gras in de sloot. Hoe moet ik hier tussendoor? Hier naar rechts zeker. Ja, daar komen we vandaan inderdaad. Met die kant op. Daar komen we vandaan. Hier staat de weg bij. Hè? Daar staat de weg bij. Ja, maar ik wil dat ene bord, die hele mooie gebouw erop. Die is daar. Centrum. Die is daar. Dat is ook mijn huisje dit. Even een beetje beginnen. Zometeen mensen. Aan jullie voorzijde. Straks. Als ik me niet vergis. Nee, ik vergis me niet straks. Mooie antennes op het dak. Ja, lekker 5G joh. Zo langs Koestraat. Koe.
jou ervan vindt. Maar... Oeh, zo mooi. Een Chevroletje. Een beetje in beeld, maar dat maakt niet uit. Ik zal en moet hem hebben. En ook al zal ik er een foto van moeten maken. Dat ook. Links, hè? Ik weet het nu even niet voor waar we vandaan. Die kant op. Ja. Oeh, ik vind hem zo mooi. Dit gebouw, wat jullie nu gaan zien. Ik vind hem zo gaaf. Wauw. Ja, ik vind hem heel mooi. Een beetje mee in praat is. Ja. Ah, kan ik even fouten maken nu? Au. Ja, maar dat geeft niet. Maar dat kan ik wel via Google Maps doen hoor. Ja, echte. De Bellinga's en die hebben een heel klein Sony cameraatje. En die dus ook dus de stuk tv heeft. Die kost 200 euro. Doe maar. Maar daar mag je dus wel mee op de fiets zitten, ja, met een cameraatje. Ja, ja. Ja, maar met je telefoon niet. En nee, die kan je heel makkelijk in je hand houden eigenlijk, zeg maar. En dan toch... En toch sturen. Ja. Volvo ontdekt, schat. Renault trucks ook. Dus dat de verkeerssituatie hier gewijzigd is. Nou, en bij deze... Nieuwbouw. Fiets voor je deur. Ja. Even een plasje doen. Goed zo, meis.
er wel vanaf. En hoe moet ik dan weer terug? Dat is gewoon heel makkelijk. Ja. Ja, ik weet niet eens waar je internet zit om te zoeken waarom. Hier in de Firefox. Oh, daar zo. Goedemorgen. Ja. Want jij bent heel goed met en met die opritten en alles, ik niet. Nee. Ben je daar opritten tegen? Wat een rotgeluid is dit. En een Hongaar? Een Hongaar? Zijn er wel. Door. Kak. Je had hier mogen toren in principe. Nee, maar mag niet toren. Niet? Nou, dan mag je hier in. Dan ga je gewoon naar rechtdoor. Heb ik het niet meer gedaan. Nee, dan moet je daar zo meteen weer op. Ja, hoop ik dat die kat nog ergens loopt. Ja, nou, ook al harder. Even op dit moment. Ja,
daar heb ik toch schijt aan. En we hebben pionnetjes en we hebben een kruis. Hallo? Ja? De politie. Via ambulance Leiden. Ja, heel graag. Dan schrijf ik het even op mijn hand. Ja, zegt u het maar.
daarom juist. Katten en die komen daarop af. Met dit soort dingen mag je echt gewoon in één keer je auto aan de kant zetten. Dus de volgende keer als je weer een kat hier op, ergens op een snelweg ziet, pleur die auto aan de kant. Rijden jongens, kom op. Ik heb niet de hele dag de tijd hoor. Lekker laten gaan. Focus nou even op en op die witte kat die we net zagen. Die batterijen. Met die batterijen. Batterijen weet ik niet, schat. Voor de stoptrip achter. Helemaal goed. Ja, laat hem maar gaan. En gewoon iets rustiger rijden zo meteen, want ik weet niet waar die is, loopt, weet ik het. Hij kan ook hier alweer ergens lopen, omdat hij dus naar beneden liep. Ik weet het niet. Is hij naar links? Ja. Nee, daar. Okay. Volgens mij loopt hij in het gras. Maar dan moet wel die auto's lekker aan de kant gaan. En wij hebben ook zo'n gevarendriehoek. Dus alsjeblieft. Kom op, serieus. Rijden. Volgens mij had je daar ook die kant op kunnen gaan hoor. Maar... Ja, had je kunt. Maar dan had je linksaf... ervoor sorteren en dat kan niet tegen die splitsing. Dan weet je het anders. Groen op, kom. Groen, kom op. Je staat ook nog niet helemaal op die streep met nee, je BMW. Staat niet op die strepen. Ja. Ja. Uitkijken voor het overige verkeer hier. En heel goed in de gaten houden voor die kat.
maar wat het katje is. En anders ga je even hier rijden met gevarenlichten aan. Dit mag, hè, want we zijn dus nu aan het zoeken naar een kat. Dan, en dan is hij wel weg, oké. Okay. Hier ook gas geven. Is leuk. Huh? Ja. Doe maar met je Toyota.
kippie maken dat jij de rondjes hebt. Politie. Sorry. In een zwarte auto. Moet ik kippie doen dat jij de rondjes hebt? Hoe zei je dat? Moet ik kippie doen dat jij de rondjes doet? Schat, dat weet. Jij de rondjes doen dat ik kippie. Dat, en dat is één en dezelfde vraag. Nee, vraag ja, dat bedoel ik. Allebei. Ja. Dus, ga jij kippie maken en rondjes doen? Die weet ook nu, ja dankjewel met een beetje lichter, dank je. Hé schat, normaal dan, doe ik dat niet hier met een gordel en zo. Grappig hoor. Rodi vindt het leuk om grapjes te maken, jongens. Ja, en doe vooral een duimpje omhoog als je het leuk vindt. En die grapjes van... Twee duimpjes omhoog als je het niet leuk vindt. Ja, maar dat kan niet. En anders maak je heel veel YouTube-accounts aan. Ga je allemaal abonneren. En dan ga je heel veel duimpjes omhoog doen. Ja. Kijk, want hier heb je dan weer zo'n bocht. Nou, en dan als ik die en die gordel strak heb, ja, dan doet het gewoon zeer bij mijn... Is het eigenlijk een wond? Ja, ja. Eigenlijk wel, hè? Ja. Alleen aan de binnenkant, die wond, ja. Met deze, als ik deze gewoon even iets dit doe, ja, dan heb ik ook geen dat het